Ja, vrienden, er is dus nieuws uit het kamp Hazes. Ja, en binnenkort komt er een vijfdelige serie op tv over hem, docu. En nou ja, ik denk, ik moet jullie even bijpraten en op de hoogte brengen over de Hazes-situatie. Want dan kunnen jullie daar ook naar kijken en dan weten jullie in ieder geval hoe het zit. En dan zijn jullie bij, zou ik maar zeggen, hè, over het Hazes-gebeuren. Nou, in ieder geval, wat hebben we tot dit moment? Laten we even teruggaan naar het verleden. Want in het verleden hadden we dus Roxaan. Hebben we dus de dochter. Die noemen we Rox. Dan hebben we moeder. Rachel, die noemen we Ras. Dan hebben we André. En die noemen we Dre. En dan hebben we Monique, zijn vrouw. Ex-vrouw. En die noemen wij Mantje. Nou, oké. Dat zijn de vier hoofdrolspelers. Dat we dat even goed duidelijk hebben. Hè? Want... ja, het is soms niet makkelijk te volgen, vrienden, dit hele Hazes-verhaal. Nee, het is echt ingewikkeld, want we hadden eerst dus Rox, die was helemaal goed met moeder Ras. Er was niks aan de hand, dat was allemaal geweldig. En we hadden Dre, die was dus niet goed met hun, want die zat met Moontje, die was getrouwd. En Ras had een hekel aan Moontje, zo moet je dat zien. Ik moet het omgekeerd. Hier zit Ras en hier zit Moontje. Ja, oké. Dat ik het goed onthouden. Want anders gaan die handen de verkeerde kant op. Nou, in ieder geval. Die waren dus. Die hadden dus allemaal bonje met elkaar. Dus we hadden twee kampen. Duidelijk. Hier aan deze kant hadden we dus Rox en Ras. En hier hadden we dus Dre en Moontje. Nou. Maar wat gebeurt er nou? Nou is het weer helemaal door de war. Ja, is voor helemaal slecht te volgen op dit moment. Want nu is het omgekeerd helemaal andersom. Want wat door allerlei ruzies, gedoe over geld en rechtszaken en noem het allemaal maar op, is het nu helemaal anders. Want wij hebben nu in dit kamp zit namelijk heel goed nadenken hoor. We hebben dus in dit kamp nu alleen nog Rox. Rox is alleen, want die heeft dus bonje met Ras. En dan hebben we aan die kant, hebben we in één keer hadden we dus dan Moontje en Dre en Ras. Want Ras was dus weg bij dingen. En die hebben dus dan allemaal weer bonje met elkaar. Dus Rox heeft ruzie met Dre en omgekeerd. En Ras ook met Rox. En Moontje, ja goed, die koos dan in ieder geval de kant van Dre. Goed, die twee kampen, die hebben we nu dan. Maar gaan we nu weer nog even een stapje terug in het gebeuren tussen Dre en Moontje. Ja, want Dre en Moontje, ja, dat was dus een setje, was helemaal in orde. Maar ineens ging onze Dre er vandoor bij Moon, want hij ging naar Bridget Maasland. Hup. Nou, dat gebeurde even een paar maanden. Hup, 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 hup. En toen was hij weer klaar met de Bridget, had hij geen zin meer in. Toen ging hij terug naar Moontje en hij ging op zijn knieën en vroeg haar ten huwelijk en hiepie de piep hoera en iedereen was blij. Maar daar kwam ene Sarah. Die noemen wij vanaf nu even Sarah 1. En hij met Sarah en hoep. En toen in één keer, hup, was Sarah weer weg. En toen werd het ene Anna Roos. Ja, 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 vrienden, schrijf jullie wel even mee, want jullie gaan dit allemaal nooit onthouden, hè. Maar goed, dat was ook maar van korte duur, want onze Dre was intussen helemaal verslaafd aan de drugs. En ja, dus Anne Roos had daar geen zin meer in. En hij ging weer voor de zoveelste keer terug naar Moontje. Nou, en toen ging hij met Moontje, ging hij naar Amerika. Vrienden, ja. Want Moontje en Dre, die gingen uitzoeken en voor welke vorm zij zouden kiezen voor de toekomst. En dit allemaal in belang van kleine Dretje. Nou, en dat leek allemaal goed te gaan. Overhoop, kranten vol, weet ik veel. En verre stilte vanwege de docu. Ja, wel allemaal geheim. En toen... Toen gingen ze naar Amerika, gingen ze nog een keer. En toen was het gerucht van, ze gaan weer trouwen. Nou, en toen gingen ze nog een keer op vakantie naar Thailand. En toen in één keer, boom,
Toen was het weer klaar. Toen had Moontje weer helemaal genoeg van Dree. Nou, en toen was het weer klaar. En nu, vrienden. Ja, kunnen jullie het nog allemaal. Hebben jullie het allemaal nog? Ja, en nu. En nu duikt in één keer weer een Sarah op. En die heet natuurlijk Sarah 2. Ja, en die Sarah 2, die heeft net zulke opgespoten lippen als Sarah 1, gelukkig maar. Want anders kan onze Dreetje die niet zoenen. Nou, en nu is hij weer helemaal happy met Sarah 2. Daar is hij nu weer mee op vakantie in Dubai. Ja, dat jullie dat weten. En met het hele Moontje gaat het hele verhaal niet meer door. Gelukkig maar voor Moontje.